Hey, hartstikke fijn dat jullie weer luisteren naar ons drieën die zich gaan verdiepen in de inhoud van de Bijbel. En we zijn begonnen bij het begin, ooit, een hele tijd terug. Genesis, oftewel Bereshit op zijn Latijn. Op zijn Hebreeuws. Hebreeuws. Ja, wat zeg ik nou? Of Mose Eins. Het eerste boek van de Bijbel. En we zijn aanbeland bij hoofdstuk 13. En als eerste wil ik even, dat heb ik mij voorgenomen, ik heb het voorbereid, daarom ben ik een beetje zenuwachtig, wil ik dank zeggen aan het feit dat twee Duitse heren ons, Sumpfdeutscher, Moerasduitsers, Nederlanders, willen helpen met het begrijpen van de Bijbel. Ik wil dus ook vanaf nu nooit meer enig gezeur over dat we onze fietsen niet hebben teruggekregen van de Tweede Wereldoorlog. Of over het feit dat die Duitsers iedere keer winnen met voetballen. Dat is allemaal voorbij. Wij zijn nu alleen maar dankbaar voor Jörg en Michael, die mij helpen om jullie te leren wat er in jullie eigen boek staat. En jullie eigen boek is hetzelfde boek als ons eigen boek, namelijk de Bijbel. Of de Bijbel. Of de Bijbel. Dus ik hoop dat je hier als Nederlander respect voor hebt en een beetje multicultureel denkt. En ook begrijpt dat het niet één fout is voor iemand als Michael om in het Nederlands te worstelen. Ik geef het jou te doen in het Hoogduits. Dat is een beetje respect voor deze twee Germanen. En dag Jurk en dag Michael. Ja, hi Perry, bedankt voor de introductie. Maar ik denk dat ik kan ook een beetje Engels en een beetje Frans en een beetje Duits Ja, kan. En als dat niet lukt, dan ga ik je een e-mail sturen. Ja, je topt, hè? Het is hartstikke goed. Ik ben er echt dankbaar voor. Dat wilde ik zeggen. Dat wilde ik duidelijk maken ook aan de luisteraars. Dat in mijn eentje was dit niet mogelijk. En daarbij wil ik vooral. En niet extra, ik wil erbij stilstaan dat Jörg heel erg gestudeerd heeft. En ook een geweldig geheugen heeft. Dat zeg maar de Eric John Phelps van de Lage Landen. Zo'n groot geheugen. En dan geen jezuïet. Nou, nu mag jij, Jörg. Ja, vele mooie woorden, Perry. En ik heb alleen iets tegen die uitdrukking multicultureel die jij gebruikt. We Ja, zijn niet klopt. multicultureel, we zijn allemaal in Christus. Ja. En we komen uit verschillende streken in deze wereld. Of dat we nu uit Duitsland, België, Nederland, Engeland, Amerika komen, dat speelt geen rol. We zijn allemaal één. In Jezus Christus, dat is heel belangrijk. Ja, dat Als we klopt. niet in Christus zijn, dan zijn we niet één, dan hebben we niks gemeen. Ja? Dat is heel belangrijk. Dat heeft niks met Multikulti of zo te doen, maar Multikulti is een New World Order Agenda. Dat weet je even goed als ik, maar man kan zich Ja, altijd eens een keer verhaspelen. Als jullie mij toestaan, dan wil ik graag een stukje voorlezen uit een bladzijde van een boek dat ik momenteel aan het lezen ben, van Roland N. Cook. Dat noemt in Engels Antichrist Exposed, The Reformed and Puritan View of the Antichrist, Volume 1. Dus de Antichrist geëxposeerd, de gereformeerde en puritaanse blik, zo zegt men dat, hè? Blik, view, hè? Op de Antichrist. En dat heeft mij, ja, ik zal dat straks zeggen wat toen me dat geleid heeft. Dat is in Engels uiteraard, ik kan dat niet allemaal vertalen. Kom maar op, Dat kom maar is op. Alinea. Een citaat uit een ander boek op bladzijde 160 van dit boek. En dat zal zeker voor je Nederlandse luisteraars en kijkers heel interessant zijn. Ik ben benieuwd. The Inquisition of the Roman Catholic Apostasy. Upon the 16th of February 1568, a sentence of the Holy Office of Inquisition condemned all the inhabitants of the Netherlands to death as heretics. From this universal doom, only a few persons, especially named, were accepted. A proclamation of the king, dated 10 days later, confirmed this decree of the Inquisition and ordered it carried into instant execution without regard to age, sex, or condition.
This is probably the most concise death warrant that was ever framed. 3 million of people, men, women and children, were sentenced to the scaffold in three lines of words. Under this universal decree, the industry of the Blood Council might now seem to be superfluous. Men in the highest and humblest positions were daily and hourly dragged to the stake. Alva, in a single letter to Philip, coolly estimated the number of executions which were to take place immediately after the expiration of Holy Week at 800 heads. To avoid the disturbances created in the streets by the victims on the way to the scaffold, a new gag was invented. The tongue of each prisoner was screwed into an iron ring and then seared with a hot iron. The swelling and the inflammation, which were the immediate result, prevented the tongue from slipping through the ring and, of course, effectually precluded the possibility of speech. Yay. Wie wat ik juist vorgelesen heb, komt uit een boek dat is getiteld The Rise of the Dutch Republic. Dit boek werd gepubliceerd in 1913 in drie banden, drie volumes. Elk volume heeft denk ik meer dan 700 bladzijden van de auteur John L. Motley. En ik dacht, dat is heel spijtig dat dat niet in Nederlands beschikbaar is. Want als we dat boek in Nederlands konden krijgen, dan ging ik direct onze Bijbelstudie opzij zetten en zeggen van, dat moesten we eens gaan lezen. De Bijbel is heel belangrijker dan, dan iedere boek. Ja. De Bijbel is zeker belangrijker als elk ander boek. Maar als je de verhaal hoort, wat ik hier juist voorgelezen heb, Michael, en verstaat, dan is dit een les die de mensen in Nederland eens een keer nodig hebben om te begrijpen waar hun ware wortels vandaan komen. Ja. Vandaag de dag is Nederland gelijk Duitsland en België een land dat zo arts-katholiek is als maar kan zijn. Ja. Omwille van dat de mensen hun geschiedenis vergeten zijn. En dat wat Motley hier schrijft over de 16e eeuw, met precisie de 16e van februari 1568 waar het begint, is geschiedenis die vandaag niet in de scholen, niet in de universiteiten, niet op televisie en niet in de kerken geleerd wordt. Ja. En mij komt het, ik vond het heel belangrijk om dan erop te wijzen en dat ik een heel grote voorstander ben van de mensen te vertellen van de Inquisitie is al lang bekend. Want ik lees in Duits de drie banden, bijna 2000 bladzijden, dat werk van Henry Charles Lear. History of the Inquisition in the Middle Ages, ja, de historie van de Inquisitie in de middeleeuwen. Ik ben het begonnen, ik ben ver vanaf, daar komt zoveel andere dingen wat me daar tegenhoudt, maar ik lees dat boek. En dit boek, Antichrist Exposed van Roland and Cook, gaat ook enkele bladzijden wijden over de Inquisitie. En dit was zo in een van de eerste bladzijden over de Inquisitie. Het was eigenlijk de eerste bladzijde over de Inquisitie die daar gaat. Na John Huss en de Bohemian Brethren en zo van die dingen verteld te hebben. En ik wou alleen maar zeggen van, ik vind het heel, heel mooi en wil nu graag een keer van deze gelegenheid gebruik maken in deze video, om de mensen te zeggen van, kijk, je kunt dat boek The Rise of the Dutch Republic verkrijgen op het internet. Ik zal zien dat ik dat binnenkort zelf op mijn eigen archive.org kan hochladen en die link daarvan is in de beschrijving van deze video. Als je dan daarop klikt en je gaat naar mijn archivebibliotheek, dan kun je die boeken daar gratis en voor niks afhalen. En dan kun je een keer gaan zien welke prachtige historie van protestantisme Nederland eigenlijk heeft, waar vandaag niemand niet meer over spreekt. Nee. Dat is in vergetelheid geraakt. Precies gelijk het de studie van de Bijbel in vergetelheid geraakt is. Daarom doen we ook deze Bijbelstudie. En ik wil daar niks van afnemen. Michael heeft 100% gelijk. Als hij zegt, er is geen enkel boek belangrijker als de Bijbel. Dat is volledig juist. Maar we mogen ook niet vergeten dat de Bijbel voor vele mensen een zeer complex boek is. En dat aan de andere kant een boek dat over echt geschiedenis gaat, veel mensen zou ook zeer kunnen interesseren. En ik wil de gewoonte punt leggen van, zoek een keer naar dat boek, lees dat boek. En ik weet niet of dat in Nederlands beschikbaar is, anders misschien is er iemand die het naar het Nederlands wil vertalen. Ja. Dat zou tof zijn. Ja. En ik kan hier heel officieel zeggen,
Als iemand de moeite doet dat boek begonnen bij volume 1 te vertalen naar het Nederlands, dan ga ik de tijd maken om dat boek te lezen en te bespreken op YouTube. Mm-hmm. Ja? Dat wilde ik maar even zeggen. Ik heb nog niet genoeg werk, daarom zeg ik dat. Maar het is gewoon van, kijk, we spreken hier in deze video spreken we voornamelijk Nederlands. En we spreken voornamelijk onze Vlaamse of Nederlandstalige broers aan, broers en zussen. En die zijn heel vaak in een punt dat ze op een heel, laten we maar zeggen, dat ze op een verloren post staan, omwille van dat zij en andere mensen het geschiedenis niet goed kennen. En hier heb ik een keer een boek waarvan ik denk dat dat eens een keer interessant is, om de Nederlanders hun eigen geschiedenis een keer te kunnen vertellen. En niet alleen Nederlanders, nee, ook België. Mm-hmm. Want dat wat Vlaanderen, wat men vandaag de dag Vlaanderen noemt, dat was vroeger allemaal Nederland, dat was allemaal één. Ja. Ja? Die grens was geen grens gelijk vandaag tussen Nederland en België. België bestond zelfs als eigen land niet. Maar de stam van de Belgica, van de Belgiërs, die bestond al sinds, ja, weet ik veel, meer dan 1000 jaar of zoiets. Mm-hmm. Een heel oud volk. Dat zijn allemaal dingen, dat is allemaal geschiedenis wat in die boeken verteld wordt. En ik kan u verzekeren, dat is zeer, zeer interessant. Ik ben eens een keer aan het zien of dat ik hier dat boek eventjes kan opendoen. Ik heb dat ja hier al ooit een keer open gedaan. Hier, deel 1. Ja, ik heb het hier. Daar gaan we een keer zien. In het begin, daar was, denk ik, iets heel interessants geschreven. Dat boek is dus van 1898. Ja, die publicatie was dus van het begin van de 20e eeuw. Ja. The rise of the Dutch Republic must ever be regarded as one of the leading events of modern times. Als ik dat al als inleidingszin in zo'n boek ga verstaan, dan is dat waar ik als Nederlander een beetje meer van wil weten. Hoe is dan de Nederlandse Republiek zo belangrijk in het geschiedenis? Mm-hmm. Wie weet daarvan? Huh? Ja. Versta je? En daarom zeg ik. Ik heb het hier in beeld momenteel. Ah ja, oké. Ik heb mijn PDF hier vandaar. Without the birth of this great commonwealth, the various historical phenomena of the 16th and following centuries must have either not existed or have presented themselves under essential modifications, enzovoort. Ja. Ik heb daar straks nog ergens anders een citaat gelezen. Dat was denk ik op een zijde waar ik deze PDF gedownload heb. Dus dat heb ik nu niet in mijn hoofd, maar dat was ook een heel interessant citaat over dit feit. Wat ik heel mooi vind, als ik even mag interroperen, natuurlijk. Is de volgende zin. Itself, dus dat is the rise of the Dutch Republic. Itself, an organized protest against ecclesiastical tyranny and universal empire. Dus het gaat over kerkelijke, of ja, de gemeenschap, de ecclesiastische, de kerkelijke tirannie en het globale rijk. Wat de Romeins-Katholieke kerk ja beweert te hebben. Hè? Ze is ja universeel. Hè? Ja. Vandaar het woord katholiek. Dat is Grieks. Dat betekent universeel. So. En zonder meer. Een ecclesias. Dat is een kerk. Dat is een gemeenschap. Je kan zeggen. Jörg, Michael en ik. Wij zijn een ecclesias. Wij zijn een gemeenschap. Wij verkondigen het woord. En er is niet zoiets dat Jörg en Michael en ik tirannen zijn. Wij leggen uit, meer niet. Dat is wat een kerk moet doen. En er is geen sprake van een kerkelijke tirannie. Dat is een oxymoron. Of ijzerhout. Sidroxiel. Dat kan niet. En een universeel rijk. Ja, dat is het Koninkrijk der Hemelen. En waar het hier over gaat, is dat de Dutch Republic, dat was een georganiseerd protest tegen die twee aspecten. Namelijk een kerkelijke tirannie en een wereldwijd rijk. En iedereen nu met corona maar brullen, hoe kan het toch? Allerlei landen, allemaal dezelfde lockdown. Het lijkt wel of er wat achter zit. Ja.
Wie moest er lachen? Was jij dan, Michael? Ja, ik was dat. Ik was dat. Oh. Ja, omwille van deze ignorantie, hè, van dan moet hij zeggen of dat er iets achter zit. Ja, tuurlijk zit er iets achter. Ja. Daar zit de samenswering achter die al in de Bijbel beschreven staat. Ja. Nu ga je zeggen van samenswering in de Bijbel beschreven, wat is dat? Leg me dat eens een keer uit. Ah, wel, als we dan de Bijbel eens een keer open doen, wordt ja stilletjes aan tijd in onze Bijbelstudie hier vandaag, dan gaan we toch eens een keer naar het boek der Psalmen. Ja? En daar heb jij helemaal in het begin, ja, het boek der Psalmen begint met Psalm 1. Akkoord? Ja. Oké, maar dan lezen we maar een keer Psalm 2. Why do the heathen rage and the people imagine a vain thing? The kings of the earth set themselves and the rulers take counsel together against the Lord and against his anointed, saying, let us break their bands asunder and cast away their cords from us. He that sitteth in the heavens shall laugh, the Lord shall have them in derision. Als ik het eventjes een klein beetje mag proberen te vertalen, dat is gewoon van de koningen van deze aarde zetten zichzelf en de leiders van deze wereld zetten zichzelf samen in een raad tegen de Heer en tegen zijn gezalfde, Jezus Christus, zeggende, laat ons hun band verbreken en laat ons hun... ja, korts, dus... overeenkomsten, denk ik? Ja, nee, waarmee, dat is een akkoord. Waarmee we gebonden zijn, kort gelijk een lijn of zo. Ons afdoen. Dus we zijn in feite gebonden door de Lord. Gefesseld, zegt men in Duits. Wat is dat in Vlaams? Als je dus geboeid bent, bij wijze van spreken. Ja, ja. Geboefd. Gehandboefd. Ja? Als je geboefd bent, ja? Laat ons dus die boeven wegdoen, bij wijze van spreken. Dat zeggen ze. Die boeien, dus, ja. Die boeien, ja. We zijn dus in feite geboeid door de Heer. Ja? Die Heer neemt ons de vrijheid en wij willen ons vrijmaken daarvan. Nu, als de koningen van deze aarde zichzelf in een raad met de leiders van deze wereld zetten, dat is toch wat men zegt al een verswering. Ja. Een samenswering. Ja. Waar één of meerdere mensen tegen een ander zich kan versweren. En hier, de koningen van deze wereld samensweren tegen de Heer de Heer, tegen de Heer de Heerscharen, tegen de Heer van de Hemel. Ja. Ja? Dus conspiracy of samensweringstheorie, de grootste samenswering is in de Bijbel. Ja. Die met Satan begint, die in Genesis, wat we al gestudeerd hebben, begint. Ja? Mm-hmm. Waar dat de duivel Eva aanspreekt en Eva vertelt dat het woord van God toch alsjeblieft in twijfel te trekken is. Ja. God kan geen gelijk hebben. Ja. Heeft hij echt gezegd dat en dat gaat gebeuren? Ja, en dat hebben we al besproken. Vandaag zijn we in kapitel 13 terechtgekomen. Ja. Ik vond dat eens een keer een interessante inleiding, vandaar om daar iets over te gaan spreken. Als jullie helemaal mee eens. Geen probleem meer hebben. Ik weet niet of dat Michael daar een keer iets over wil gaan zeggen. Ja, Michael. Die vindt zijn microfoon, Winnie. Oh nee. Ja, sorry. Mijn moeder was hier. Geen probleem. Ik heb de laatste twee dingen niet gehoord. Mijn moeder kam. Mutter kam gerade rein und immer. Ja. Oké, dat kan gebeuren dat je afgeleid bent. Ja. Oké, maar dan gaan we het kort houden. Dan gaan we nu gewoon beginnen met onze Bijbelstudie. Maar ik wilde graag een keer de inleiding doen op het boek van Motley wijzen. Drie volumes over de Republiek der Nederlanden, als men dat zo kan vertalen. Ja. Waar ik zelf ook geen kaas van gegeten heb. Ja? Dus met andere woorden, ik ook niks van ken. Maar ik ben daarover gevallen. In dat boek Antichrist Exposed van Ronald N. Cook. En ik kan iedereen aanraden dat boek eens een keer te gaan lezen. Dat is gewoon fantastisch. Ik ga binnenkort het hele kapitel 19 eens lezen. En dat kapitel 19 dat gaat over, over die Inquisitie. Je hebt het geraden. Ja. Mm-hmm. Een kleine 30 pagina's of zo, maar die ga ik volledig lezen. In Engels dan wel. Maar dat is ongelooflijk. Het is een fantastisch boek.
Mooi. Maar goed, gelijk Michael gelijk heeft, de Bijbel is ook een fantastisch boek. We zijn dus gestrand in Genesis kapitel 13. Ja. En ik kan nog een keer vanaf vers 5 lezen en dan stoppen. Op het ogenblik dat ik denk dat genoeg is en dat jullie dan kunnen overnemen. Perry gaat dan uit de Nederlandstalige Statenvertaling ons voorlezen. En Michael gaat de Duitse Schlachter 2000 overnemen. En zo hebben we alle drie talen hierin. En gaan we hopelijk wel niet multiculti, maar wel grensoverschrijdend de mensen in Christus allemaal aanspreken met nou, moet je mij laten lachen. een keer een goed lastgemaakte altijd vanaf. Oké, kom maar op. And Lot also, which went with Abraham, had flocks and herds and tents. And the land was not able to bear them, that they might dwell together, for their substance was great, so that they could not dwell together. And there was a strife between the herdmen of Abram's cattle and the herdmen of Lot's cattle. And the Canaanite and the Perizzite dwelled then in the land. And Abram said unto Lot, Let there be no strife, I pray thee, between me and thee, and between my herdmen and thy herdmen, for we be brethren. Ja, right. Dat zal volstaan. Dan gaan we straks verder in vers 9. Nu de Nederlandstalige versie van Perry. Ja, dan ga ik even kijken of we een beetje groter gaan maken. Een seconde. Alzo toog Abraham op uit Egypte. Nee, ik ben te ver. Ik zit eventjes te friemelen met mijn toetsenbord. Maar ik heb een nieuw toetsenbord en dat gaat niet helemaal goed. En Lot, die met Abraham toog, had ook schapen en runderen en tenten. En dat land droeg hen niet om samen te wonen. Want hun haven was vele, zodat zij samen niet konden wonen. En er was twist tussen de herders van Abrahams vee en tussen de herders van Lots vee. Ook woonden toen Canaanieten en Ferezieten in dat land. En Abraham zeide tot Lot, laat toch geen twisting zijn tussen mij en tussen u, en tussen mijn herders en tussen uw herders, want wij zijn mannenbroeders. Nou, dat is ook die een beetje... Aber auch Lot, der mit Abraham ging, hatte Schafe, Rinder und Zelte. Und das Land ertrug es nicht, dass sie beieinander wohnten, denn ihre Habe war groß, und sie konnten nicht beieinander bleiben. Und es entstand Streit zwischen den Hirten über Abrahams Vieh und den Hirten über Lots Vieh. Auch wohnten zu der Zeit die Kanaaniter und Ferezita im Land. Da sprach Abraham zu Lot, es soll doch nicht Streit sein zwischen mir und dir, zwischen meinen Hirten und deinen Hirten, denn wir sind Brüder. Ja, als wir iets willen bespreken over deze paar gelezen versen, dan vind ik het heel belangrijk dat we naar de laatste vers direct gaan, vers 8, waar het heel duidelijk is. We lezen op het einde van vers 7 dat ze in een land wonen dat ook bewoond wordt van Canaanieten en Ferezieten. Mm-hmm. Ik ken de Ferezieten niet, maar ik veronderstel dat die even heidend zijn als de Canaanieten. Mm-hmm. En wie de Canaanieten zijn, dat weten we nog van Canaan, die ja de buitennatuurlijk geboren zoon was van... Ja, van Noah. Van Shem, hè? Ja. Ham of Shem. Ik kom altijd met die broers daardoor, met die zonen van Noah. Maar dus van een van die zonen van Noah, die dus blijkbaar Canaan geboren heeft door met de... Vrouw van zoon van Ham, Canaan. De zoon van Ham, ja. En Ham was dus. Ja, Ham heeft dus met. Zijn moeder. Met zijn moeder, maar met de vrouw van Noah. Dat is niet hetzelfde. Hij zal dat niet met zijn moeder gedaan hebben, maar. Met zijn moeder, maar wel met de vrouw van Noah op dat ogenblik. Zijn moeder was waarschijnlijk al overleden, veronderstel ik. Allee, de Bijbel geeft het niet her, maar dat zal tenminste logisch zijn. Het zal niet logisch zijn dat hij met zijn eigen moeder geslapen heeft. Zwart, we willen hier ook geen seksverhaal van maken. Het is gewoon heel simpel dat we weten dat de Canaanieten toen van Noah vervloekt geweest zijn. Mm-hmm. En dat ze dus sowieso al in een land onder vijanden leven. Namelijk de Canaanieten en de Ferizieten zijn de vijanden van zowel
Abraham aus von Lot. Mhm. Und darum sagt Lot, Jung, lass uns doch nicht noch Rüsi machen. Wir haben auch Probleme genug mit den Menschen in der Welt, mit den Kanaaniten, die Resite, mit denen wir hier in Weihanschap gehen leben. Mhm. Wir sind doch Brüchs. Wir sind mehr oder mehr von selbem Blut, weil die zwei haben eine Verwandtschaft von, ich dachte, Oom und Cousin, als ich mich nicht vergesse, dass Abraham der Oom von Lot was. Mhm. Als ich es noch bijeenkrieg in die Genealogie, die wij gelesen hatten, die twee zijn dus in elk geval van één bloed. En daarom zegt hij van wij zijn mannenbroeders, vooral ook, bedoelt hij hiermee, denk ik ook, in de Heer. Ja, wij geloven toch in dezelfde God ook. Ja, ja. Ja? Dat wij dus broeders zijn en wij moeten toch samen staan tegen onze gemeenschappelijke vijanden. Mhm. Dat lijkt me eigenlijk een heel belangrijk punt hiermee bij. Ja? Ja. Dat in vers 8 is. Zo versta ik dat, maar ik mag natuurlijk ook altijd graag een keer jullie mening daarbij horen. Ik schaam me daarmee aan. Dat... Ja, ik denk dat de Bijbel hier die heresieten noemt, als ze ook heden zijn. En dat is een beetje vijandsland. Ja, dat is mijn verstand. Denk dat het juist is hier. En de Kanaaniten, altijd als ik de Kanaaniten lees, dan denk ik, oh, waar is mijn alarmklok? Ja, ja, ja. Ja, want dat bedoelt, ik denk dat bedoelt dat daar is een beetje gevaar in dat land. Want ja, dat zijn mensen die een vreemde God aanbeden. Ja. Met ja, Baal. Baalskult. Ja. Ja. Kanaaniten. Kannibalen. Ja. Mhm. Zijn de priesters van de Baal. En ja, dus als dat genoeg genoemd is hier in de Bijbel, Kanaaniten, dan denk ik dat het ook een hinweis, een tip of zoiets is, dat iets, dat hij iets voorzichtig zijn moet. In ja. dat land. Ja. En dus hij trekt verder. Mm-hmm. En die twee, Abraham en Lot, die zijn niet meer samen. Maar hij trekt dan in een land ja, waar ook vijanden zijn om hem. En ik denk dat zie je, hij heeft nog geen oude naam, de Abraham. Die is nog niet Abraham. Nee. Ja? Maar hij is altijd, heeft hij te doen met vijanden. Dat was in het laatste kapitel met de, wat was het, de farao, ik denk. Farao, ja. Farao, ja. Ja. Ah, ja. En dan heeft hij ruzie met Lot. Ja, en nu wordt het hier verteld dat hij nu in de Kanaaniten zijn. En dus in elke geval, hij is omzingeld of zoiets. Ja, en heeft te doen met mensen die heiden zijn. En met mensen, en niet Lot, maar hij heeft altijd een moeilijke positie. En misschien is dat ook de bedoeling dat hij op zijn weg is dat hij Abraham wordt. Ja, dat ook kleine, ik weet dat niet. Ja, meer. Ja. Sorry, ja, ja. Prüfungen sind. Ja, Prüfung, ja. 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 Beproefing, ja. Zeg maar. Ja, ja, dat is mijn gevoel als ik dat lees. Ja. Hé, hey, dat vind ik een leuke. Ja. Goed, dan ga ik door met vers 9. Yes. Is not the whole land before thee? Separate thyself, I pray thee, from me. If thou wilt take the left hand, then I will go to the right. For if thou depart to the right hand, then I will go to the left. And Lot lifted up his eyes and beheld all the plain of Jordan, that it was well watered everywhere before the Lord destroyed Sodom and Gomorrah, even as the garden of the Lord, like the land of Egypt, as thou comest unto Zoar. Then Lot chose him all the plains of Jordan, and Lot journeyed east, and they separated themselves the one from the other. Dus tot en met vers 11. 11, ja. Is niet het ganse land voor uw aangezicht? Scheid u toch van mij.
Zo gij de linkerhand kiest, zo zal ik ter rechterhand gaan. En zo gij de rechterhand, zo zal ik ter linkerhand gaan. En Lot hief zijn ogen op, en hij zag de ganse vlakte der Jordaan, dat zij die geheel bevochtigde, eer de Heere Sodom en Gomorra verdorven had, was zij als de hof des Heeren, als Egypteland, als gij komt te Zoar. Zo koos Lot voor zich de ganse vlakte der Jordaan. En Lot trok tegen het oosten, en zij werden gescheiden, de een van den ander. Ja, en dan mag je. En Julius lachte Vertaling. Steht dir nicht das ganze Land offen? Trenne dich von mir. Willst du zur Linken, so gehe ich zur Rechten. Und willst du zur Rechten, so gehe ich zur Linken. Da hob Lot seine Augen auf und sah die ganze Jordanaue, denn sie war überall bewässert, wie der Garten des Herrn, wie das Land Ägypten bis nach Zoar hinab, bevor der Herr Sodom und Gomorra zerstörte. Darum erwählte sich Lot die ganze Jordanaue und zog gegen Osten. So trennte sich ein Bruder von dem anderen. Ja. Ja, ist doch, das, ist doch vertrock nach Osten. Ja, und ihr habt zwei Brüder. Ich denke, dass Jörg dieselbe Idee hat, dann mehr auf dem Moment. Mhm. Auf nicht, Jörg. Ja, ich habe die Idee, dass ich es will gerne sagen, als wir von Tag zu Tag diese Lande gehen bekijken, dann ist das vornamelijk Wustein. Wustein. Ja. Mensen lopen daar door het zand, een onvruchtbaar land. Mm-hmm. Hier wordt dat vergeleken met de Garden Eden. Mm-hmm. Ja, het wordt hier gezegd in vers 12, in vers 10. En hij zag de ganze vlakte der Jordan, dat, zijn, die, dat die geheel bevochtigde Erde, Heere Sodom en Gomorra verdorven had, was als de Hof des Heeren. Ja? Mm-hmm. Wat is dan de Hof des Heeren? Dat is gelijk de Garden Eden, waar de mensheid ontsprongen is, Adam en Eva. Als Egypteland, even een vruchtbaar land. Kijk dan eens een keer naar de beelden van vandaag, als je naar Egypte kijkt. Mm-hmm. Wat is dat? Woestijn, droog. Mm-hmm. En alleen daar waar de Nijl vloeit, heb je nog een beetje vegetatie. Ja. Maar vroeger moet dat paradijsachtig geweest zijn. Zeker voordat Sodom en Gomorra van de Heer gefragt werden, ne? Zoals hij hier zegt, van voor de Heer Sodom en Gomorra verdorven had. Ja? Ja, ja. Als je vandaag een keer die beelden bekijkt van Sodom en Gomorra, dat is een en al onvruchtbaar woestijn. We krijgen hier een heel ander beeld voorgeschoteld hoe de aarde er toen uitzag. Daar moeten we ons een keer bewust van zijn. En we spreken hier niet van miljoenen van jaren. We spreken hier over 4000 jaar. Ja. Mijn vraag is, weet jij waar Sodom en Gomorra lagen? Ja, in het Israël van vandaag. Als, oh, je ja? die video's, als je die video's bekijkt van Ron Wyatt, die is in Sodom geweest. En die heeft daar zelfs de sulfiet eruit gehaald, de zwavel eruit gehaald, die nog altijd aan branden is. Hè? Vandaag vandaag nog. Hè? Daar kun je naartoe reizen als je dat wilt. Hè? Oh. Ja. Daar ligt dat. Er staan lieg. Ja, ik heb een nieuw Duits woord erbij geleerd vandaag. Erstaanlijk, ja. Ja, ja, ja. Verbazingwekkend is dat in Vlaams, hè? Zoiets. Ja, 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 ja. Of verbazend. Ja. Ja, ja, ik vind het belangrijk, als we de Bijbel hier lezen, we lezen ja nu met Genesis, lezen we ja vooral de geschiedenis van de afkomst van de mensheid. Mm-hmm. Dus we lezen geschiedenis. En als we dan zien hoe anders die aarde er toen uitzag ten opzichte van vandaag, we kunnen ons dat vaak niet voorstellen. Hè? Ik wil daar graag nog een keer een ander voorbeeld gaan nemen. Als we een keer teruggaan naar de Garten Eden, waar de mens geschapen werd. En als we dan lezen dat de slang listiger was dan alle andere dieren van de aarde. Dan weten we alleen dat na de verleiding van de mens, God de slang op de bodem heeft doen kruipen voor de rest van zijn leven. Mm-hmm. Maar we weten niet hoe de slang uitzag als ze Eva verleid heeft. Hè? Nee. Dat
kann ein ganz anderer, auf das muss ein ganz anderer, zwischen Anführungszeichen, Beast gewesen sein. Ne? Ja, sicher. Ja. Und das können wir uns alle mal nicht vorstellen. Und hier lesen wir das in diesen Versen 9, 10 und 11, dass das Land, wo die Kanaaniten und die Pharisiten lebten, und wo Abraham und Lot dazugegangen sind, als sie aus Ägypten kamen, dass das ein fruchtbar, grün, schitterend Land war, eben aus Ägypten. Ja? Ja. Und da muss man sich auch eens eine keer proberen vorzustellen, ja, dass wir das über ein ganz anderes Land gesprochen haben als vandaag. Wir sitzen vandaag alleen maar mit den Bildern, die wir kennen aus die Strecke. Mhm. Und das war toen iets helemaal anders. Das war der Punkt, die ich wollte sagen. Aber Michael, sein Punkt ist auch sicher korrekt, ja. Mhm. Ja, bedankt. Ja. Okay, okay. Ja, dus ook, ook dat, dat die slang in het paradijs, in de grachten, die spreekt naar Eva. Mm-hmm. Ja. Dus twee mogelijkheden. Het is A, de eerste mogelijkheid is, is iets bijzonders, dat die slang kunt spreken. En ook twee, de tweede mogelijkheid is, oh, alle dieren spreken in de grachten op Eden. Mm-hmm. Ja, bewijzen in de Bijbel, daar staat ja ook een andere dier. Staat, ik denk, Biliam. Daar, ja. Komen we nog tegen in onze studie. Ja. De ezel van Biliam. Ja, dat is in Genesis, dat een stukje verder. Dat wordt mooi, ja. Mm-hmm. Ja. Ja, maar dat alle dieren in de Garten van Eden, na de schepping, gesproken hebben. Ik zal niet per se zeggen dat zij gesproken hebben, maar ik zal zeggen van dat de mens toch waarschijnlijk een manier had om met die dieren te communiceren. Uh-huh. Op een manier dat ze elkaar verstonden. Uh-huh. Anders is het niet logisch dat de slang tegen de mensen sprak. Vooral Eva zal waarschijnlijk sowieso al een hartaanval gekregen hebben als ineens dan slang begint te spreken tegen haar. Ja, ja, ja. Ja? Ja, ja. Ja? Dus men moet daar echt eens een keer proberen dat met andere ogen te gaan zien. Hè? Want wij kennen dat alleen gelijk dat vandaar uitziet, of gelijk de slang vandaar uitziet. En als we zeggen van ja, en die slang praat daar, dan heb je dat beeld voor ogen, gelijk Walt Disney dat tekent in met Mowgli daar in dat Dschungelboek. Ne? Oh ja, ja. Ja, ja. Ik denk ook dat dat een referentie is, de Mowgli. Zonder meer. Ja. Ach nee, ja. Ja natuurlijk is het dat. Ja. Juist daarom is dat zo gedaan, hè? En dan met dat hissing, also met het letter, als je gelijk spreekt, hè? Ik kan dat niet nadoen. Je hebt dat niet één keer bekeken, hè? Je kunt dat zo goed karaoke doen. Ja. Het is toch misschien al een 40-tal jaar geleden dat ik het nog gezien heb, maar ik heb het uiteraard waarschijnlijk toen verschillende keren gezien, ja. Het laat een indruk achter. Hè. Dat zijn zo dingen die zie je een paar keren in je leven en daar zijn beelden in die vergeet je nooit niet. Ja. Mm. Probeer's mal met gemütlichkeit, met ruhe und gemütlichkeit. Ja, als dan de Bär Balou zingen is en zo. Iedere keer als wij lessies doen, sessions doen op die internet, iedere keer beginnt Jörg te zingen, also iedere keer. Ja. Ah. Ik ben een vrolijke mens aan het worden, wees het nog blij omdat de Heer mij zo vrolijk maakt. Ja. Vrolijk, hè? Een klein verschil, hè? Okay? Ja. Vrolijk is hondenvoer. Nee, maar serieus, we moeten eens een keer gaan bedenken dat die aarde toen heel anders was als dat wij ze vandaag de dag kennen. Ja. En het is natuurlijk dan een beetje moeilijk om zich dat voor te stellen, maar het begon je al daarvoor al dat er een hongersnood was en dat Abraham daarom met heel zijn familie naar Egypte getrokken is. Ja. Ja, als je vandaag de dag op de landkaart kijkt of op televisie gaat kijken hoe Egypte eruit ziet, zou je daar naartoe gaan als een hongersnood ergens is? Ik denk het niet, hè? Nee. Is ook niet veel te eten, hè? Nee. Maar toen was dat dus wel, bij wijze van spreken, de korenkamer van het Nare Oosten, zeg ik maar. Mm-hmm, mm-hmm. Gelijk vandaag de dag, men zegt bijvoorbeeld van de Oekraïne, de korenkamer van Europa is, of was, mm-hmm. voordat Stalin dat daar vernietigd heeft en miljoenen mensen de dood door verhongeren ingejaagd heeft en dergelijke dingen meer. Dat even tussendoor, dat wordt ook gezegd van Sicilië. Mm-hmm. Ah ja. Ja. Ik heb zo'n boek hier in huis, het heet Mannen van Eer.
Het gaat over de geschiedenis van de Siciliaanse maffia. Mm-hmm. En daarin staat dat. En daarin staat ook dat het hele gedoe met die maffia in nauwe samenwerking met de universele kerk of de universele wereldrijk gestart is. Nou ja, de maffia is niks anders dan een afdeling van vrijmetselaars die onder controle van jezuïten zijn. Hè? Ja, ja. De maffia is onder controle van jezuïten, daar is er nu geen vraag aan. Hè? Dat weet iedereen die zich daar een beetje mee bezighoudt, denk ik. Ja, als je het, maar niet iedereen die hier naar luistert weet dat al. En ja, wij papegaaien dat maar even door. Nou ja, kijk dan een keer films gelijk The Godfather. Ja. Kijk dan een keer films gelijk The Godfather. En als je daar die verbinding met de Romeins-Katholieke Kerk met de maffia niet ziet, dan kan ik je ook niet meer helpen. Hè? Nee, nee, nee. En even voor de kijkeraars, die serie The Godfather. Dan moet je niet alleen deel 1 kijken, maar even doorkijken. En dan zie je een hele leuke verfilming van mannen in zwarte grote jurken. Die praten over geld. Want dat is waar het om gaat. Want in de Bijbel staat, de liefde voor geld is de bron van al het kwaad. Tof dus dat je dat zegt, Perry. Sorry, ik moet je direct onderbreken. Tof dat je dat nu zegt. Want gisteren hebben we in een lezing van de satanische media-agenda die ik met Michael doe, dezelfde Bijbelcitaat aangehaald. Dat staat in 1 Timotheus ergens daarin. Mm-hmm. Dat de liefde naar het geld de wortel van alle euvel is. Ja. En wat is in de Duitse vertaling dan weer, in de Schlachtervertaling? Michael, wil jij het zeggen of zal ik het zeggen, wat zij weer gedaan hebben? Ja, jij kent dat auswendig. Ja, in de Schlachtervertaling staat dat de liefde naar het geld één wortel van alle euvel is. Ah, nur eine. Ah ja, dus dat wil zeggen, daar zijn er meerdere wortels van het euvel. Ja. Maar de King James zegt heel duidelijk, het is de wortel van alle euvel. Niet één wortel van alle euvel. Dus de. De Duitse vertaling laat dus weer, of geeft een mogelijkheid terug om het woord van God in twijfel te trekken. Mm-hmm. Ja? Die zeggen van, wat zijn dan die andere wortels van het euvel? Want als er één is, dan moeten ja ook andere daarbij zijn. Ja, ja. Dat is de wortel. Aber, ja? Dus sorry dat ik je onderbrak, maar dat moest ik eens eventjes een keer kwijt. Terecht, ja? Daarom is des te belangrijker dat men verschillende Bijbels naast elkaar legt. Mannen, lieve broers en zussen, daarom doen we hier 3 Bijbels naast elkaar leggen om te zien waar zulke fouten kunnen gaan opduiken. En gisteren, als ik met Michael die lezing deed, is precies die fout opgedoken. Ik was al direct weer onder het plafond. Ja. Op 180 graden, bij wijze van spreken. Ja. Ja. Okay. Ja, als je hier de Pate benoemt. Ja, de Godfather. De Godfather, ja. Mm-hmm. Da denk ik aan Marlon Brando. Ja. Ja. En wie is de Godfather van de Romeins-Katholieke Kerk? De paus. Ja. Ja, de echte Man in Black. Ja. Ja. Ja? Niet Will Smith, maar de generaal van de Jesuiten. Wie dem Peter Hans Kolfenbach. Nou ja, dat is nu Arturo Sosa. Hè? Ja, ja. Dus, Peter Hans Kolfenbach is de laatste Nederlandse. Ja. Dus jouw land oorsprongen Jesuit. Maar daar moet er niks van aantrekken. Die kennen geen alliantie met dat land waar dat ze vandaan komen of waar ze naartoe gaan. Die kennen alleen een alliantie met de Romeins-Katholieke Kerk. Ja. Dus voor Peter Hans Kolfenbach speelt dat helemaal geen rol of dat men in Nederland geboren zou geweest zijn of in Amerika of in Afrika. Daar misschien wel, want dan was hij een beetje donkerder van huidskleur. Daar had hij misschien wel wat uitgemaakt. Dan had hij misschien niet die positie gehad die hij gekregen heeft. Want ik heb tot nu toe nog geen daadwerkelijk zwarte van huidskleur gezien in die dingen. Maar ze worden donkerder, hè? Ze worden donkerder. Arturo Sosa komt nu ook uit Zuid-Amerika of Middel-Amerika, uit Venezuela. Mm-hmm. Dus wie weet komt er nog een keer een zwarte. Misschien krijgen we nog een zwarte witte paus. Misschien krijgen we nog een keer een zwarte paus. Wie zal het zeggen? Het speelt allemaal geen rol. De Bijbel zegt, de mensheid is gemaakt van één bloed. Mm-hmm. En dat bloed kan eens een keer verschillende kleuren naar buiten toe dragen. Maar naar binnen toe zijn ze allemaal rood en zijn ze allemaal gelijk. In dat opzicht. Dus dat speelt allemaal geen rol. Maar dus je hebt de laatste superior generaal, dus de hoofdgeneraal van de Jesuitenarmee,
hebte jij Peter Hans Kolvenbach en daarna had je dan Adolfo Nicolas. En nu Adolfo Nicolas in 2016 afgedankt heeft, heeft Arturo Sosa overgenomen, die Venezolaan die daar nu het scepter zwaait. Dan wisselt dat wel snel, want Peter Hans Kolvenbach was best lang zwarte paard. Ja, die was zeer lang. Die heeft overgenomen van die mens daarvoor. Arupo, dacht ja, ik. Arupo. Ik denk dat hij Arupo noemt. Niet Arupo, Arupo. Die was samen met Spelman al in de jaren 60 generaal van de Jezuïten. En dus de jaren 60, 70 en in de jaren 80 heeft volgens mij Peter Hans Kolvenbach overgenomen. En die is geweest tot 2000 en... Gokje? 8, 9, 10 ergens in die regio. Ja, kort geleden in elk geval. Ja, het is, allee, ik, nee, het moet nog langer geweest zijn. Het moet zelfs tot 2012 geweest zijn. Want ik weet nog dat als ik wedergeboren Christ was, dat Kolvenbach nog de generaal van de Jesuiten was. Mm-hmm. En dan is namelijk iets gebeurd wat in 500 jaar, bijna 500 jaar geschiedenis van de Jesuiten nog nooit gebeurd is. Mm-hmm. Dat is namelijk dat een generaal levend van zijn post afgetreden is en een ander het veld overgelaten heeft. En dat was toen Adolfo Nicolas. Dat was de eerste keer. En Adolfo Nicolas heeft dan aangekondigd in 2016 eveneens af te stappen en het lot over te laten aan Arturo Sosa. Dat is een interessant gelijkenis dat we hier hebben tussen de witte en de zwarte paus, want dat was maar voor Benedict XVI één witte paus, ik denk dat is ondertussen al een kleine 1000 jaar geleden, die zijn plaats levend geruimd heeft voor een ander. Ja? Mm-hmm. Dus het is maar ene keer in de hele geschiedenis van de antichristen voorgekomen dat de antichrist levend zijn ambt verlaten heeft. Mm-hmm. Dan kwam Benedict XVI, die de verstorven Johannes Paul II opgevolgd is. Ja, ja. En die op een bepaald ogenblik, ik denk in 2013, afgetreden is en het veld overgelaten heeft aan Franciscus, die er dan nu is. Ja. Ja? En dus het geschiedenis daarvoor was juist ietsjes daarvoor, is dus Kolvenbach afgetreden en heeft het Adolfo Nicolas overgelaten. En Adolfo Nicolas heeft dan eveneens, gelijk zijn voorganger, een paar jaar later, dat ambt overgelaten aan zijn navolger Arturo Sosa. Dus daar zijn enkele veranderingen in de hiërarchie van de Romeins-Katholieke Kerk, zeker helemaal van boven, de laatste jaren aangaande, die, zeker wat de Jezuïten betreft, zonder voorbeeld in de geschiedenis zijn. Ja, vreemd is dat. Ja, en welke uitwerking dat op ons leven of op de wereld of het geschiedenis heeft, dat weet ik niet. Mm-hmm. Ik heb geen glazen bol, ik kan er niet in kijken. Maar dat zal zeker een bepaalde reden hebben, maar die kan ik u ook niet zeggen. Maar het is alleen maar, wij vernoemen de feiten, wij vernoemen de waarheid en wij verliezen ons niet in eindeloze speculaties over dergelijke dingen. Ja. Want dat haalt niks uit. Maar de feiten noemen en dan te zeggen van denk daar zelf een keer over na. Doe je eigen navorsing, wat altijd enorm belangrijk is. Dat iedereen zijn eigen onderzoek doet in dergelijke dingen. En zich dan op basis van zijn eigen onderzoek ook zijn eigen mening kan vormen daarover. Is ook heel belangrijk. Dat men niet zomaar paroteert. Ik weet niet hoe je dat zegt. Paroteert, napraten. Ja, napraten. Dus gelijk de papegaai naspreken wat een ander voorgeeft. Ja. Hitler was een heel beroemde papegaai. Ja? Die heeft alles nagepraat wat de paus hem voorgezegd heeft. Hè? Ja. Andere. Ja. Dat is in Behind the Dictators en ik denk ook in Secret History of the Jesuits maken die autoren gebruik van deze uitdrukking over Adolf Hitler. Ja. Wow. Vandaar, wij moeten onze eigen individualiteit benadrukken en hebben, want we zijn niet allemaal hetzelfde. Nee. Perry en Michael en ik, we zijn broeders in Jezus Christus, maar we zijn allemaal onze eigen individuum, onze eigen individuele personaliteit. Ja. Tuurlijk. Goed. En zo is het beeld. Ja, ik weet niet, als Michael misschien nog een opmerking heeft, dus anders ga ik verder met vers 12. Ga maar verder. Oké. In vers 12, Abraham dwelt in the land of Canaan, and Lot dwelt in the cities of the plain, and pitched his tent toward Sodom. But the men of Sodom were wicked,
and sinners before the Lord exceedingly. Zover zal ik nu lezen, 12 en 13. Oké. Okay. En Abraham dan woonde in het land Canaan. En Lot woonde in de steden der vlakte. En sloeg tenten tot aan Sodom toe. En de mannen van Sodom waren boos. En grote zondaars tegen den Heere. En dan mag jij, Michael. En dit is de resultaat van de Duitse hearing. Abraham woonde im Land Kanaan und Lot woonte in den Städten der Aue und er schlug sein Zelt auf bis nach Sodom hin. Aber die Leute von Sodom waren sehr böse und sündigten schlimm gegen den Herrn. Ja. Und hier ist ein Opmerking mit des Sefer 2 in der Deutsch. Ihr könnt das auch auf ihr Scherm, Perry, openen. Und das da, dass die Volk von Kanaan de volkeren van Kanaan die later over het gerecht van God zouden komen, kunnen vergelijken met Deuteronomium kapitel 9 versen 4 en 5, kapitel 12 vers 29 tot 31 en kapitel 18 vers 9 tot 14, hebben een heel, heel erge vorm van idolatrie bedreven, onder andere met offering van mensen, alle vormen van afschuwelijkheden en cultische prostitutie ingesloten. Ja, dat is precies wat ik bedoelde. Ja. Sorry dat ik even overnam. Ik dacht dat het heel belangrijk is, want je ziet dat op deze moment in jaar 2020, daar zie je de naam van cultische prostitutie, die zie je nooit. Ja, dat wordt negeerd. Ja, dat zeggen die van nu, dat is, misschien is dat niet gebeurd. En daar zijn geen proeven en dit en dat. En dus heb je hier in de Bijbelse proef, dat er was een soort of prostitutie en offering van mensen. En ik denk dat het heel belangrijk is, want ik denk dat dat een van de eerste opmerkingen in de Bijbel is waar dat benoemd is. Ja, ik snap hem helemaal. Mm-hmm. Ik stem toe. Ja. En ik stem vooral toe in het punt dat ik ja eerder al gezegd had, zoals je weet, als we begonnen zijn met lezen bovenaan, dat ik gezegd had van dat dus Abraham en Lot hier woonden tussen de heiden. Ja. En ik denk met deze opmerking is ons duidelijk genoeg dat de Canaanieten heidenen zijn, die al van Noah vervloekt geweest zijn. Ja. Ja. En die gaan we zeker later nog tegenkomen, want de Bijbel is nog een lang boek en we zijn nog maar helemaal in het begin. Ja. Maar ik wou eigenlijk over iets anders hebben in deze paar versen. En misschien zullen we daarmee vandaag ook tot onze slot komen. Ik weet niet of gaan we dat kapitel nog uitdoen. Ik weet niet hoeveel tijd dat wij al... We hebben nog 5 minuten ongeveer. Dus. Ja, oké, dan maar zien. In elk geval, het staat hier in vers 12. Abraham dwelt in the land of Canaan, and Lot dwelt in the cities of the plain, and pitched his tent toward Sodom. Wat is hier nu belangrijk aan deze zin? Mm-hmm. Kun jij me dat zeggen? Of Michael? Mm-hmm. Ja, ik ben op zoek in het IJswoord. Ik heb het nooit... Is doch hier simpel. Abraham leeft op het land en Lot ging in de steden van de vlakte. Aha, ja, ja. Hij ging in de steden wonen. Hij ging daar wonen waar God niet bepaald heeft. God heeft altijd gezegd van verover de wereld, ga over heel de wereld en vermenigvuldig u, maar bevolk de hele wereld en ga u niet opsluiten in steden. Hallo, Babylon iemand? Ja. Ja, Lot doet dus in feite hetzelfde terug met Babylon. Hij gaat in de steden. Ja, En wat interessant is, in de volgende vers staat: maar de mannen van Sodom waren boos en zondaars voor de Lord, voor de Heer. Ja. Dus daar waar Lot ging, daar was zonde. Daar was afwijking van het woord van God. Ja. Een zondepoel, zoals we vandaag de dag zouden zeggen. Ja, dus ja. Abraham heeft een weidige plek gekozen op het land,
En Lot ging in de stad waar je gemakkelijk vervoerd zou kunnen worden, verleid zou kunnen worden. Uh-huh. Niet vervoerd, sorry. Verleid zou kunnen worden. Ja, ik moet de juiste woorden gebruiken. Vervoerd is in Duits. Ja, maar in vervoering worden gebracht, zeggen wij. In vervoering. Ja, in vervoering. Ja, oké, okay, ja, ja. Ik vervoer mensen met een taxi, dat heeft niks met verleid. Dus, ja, dat zijn zo die trucjes van de taal. Ja, 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 ja. Die je nog niet allemaal kent, alleen ik toch niet tenminste. Dus het punt is van je, Abraham kiest daarvoor op het land te gaan leven, waar je, ik zeg maar tussen aanhalingstekens, proper kan leven, uh-huh. Waar het tegen Lot in de steden gaat, waar boze mensen zijn. Zo, dat was mijn punt die ik wilde maken. Sorry Michael, alsjeblieft, doe maar, zeg maar wat je wilde zeggen. Nee. ik denk dat het ook heel belangrijk is dat hier staat in de vers 11. En Lot journeyed east. Hij trok naar oosten. Uh-huh. Ja, de richting van de opengaande zon, ja. Ja, ja, dat is mijn punt. Ja. Hij trok in de richting van de mensen die de zon aanbeten. Mm-hmm. Ja, 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 dat is precies de punt. Ja. Mm-hmm. Mm-hmm. Er zijn dus verschillende punten aan die je dat kunt vastmaken. Hoe de ene leeft en hoe de andere leeft. Ja. Je moet alleen tussen de lijnen een beetje lezen. Dat heeft Michael heel goed gedaan als hem hier vers 11 aanhaalt. Van even een hele kleine opmerking. Mm-hmm. Lot ging naar het oosten. Mm-hmm. Maar Kain werd ook ten oosten van de tuin van Ede uitgeworpen. Het ging ook naar het oosten. Hè? Ja. Dus ja, in het Oude Testament staat het oosten gelijk met een plek van nou, dat is niet goed of zo. Hè? Maar terwijl dat is toch vandaag nog zo? Nu komt mijn punt. Hè? Nu is vooral het westen in de media. Hè? Het westen is zo fout. Ja, 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 ja. Je draait natuurlijk alles om, hè? Ja. Ja, dat is juist. Het oosten is nog altijd erg. Omwille van het oosten heb je landen gelijk Indië, China en Japan. Mm-hmm. Ja, als je ergens in deze wereld zonaanbidding tegenkomt, is toch wel in die drie plekken. Mm-hmm. Ja? Ja, dan dus kijk de vlag. De vlaggen. De vlag van Japan. Ja. Japan, ja, ja. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Precies, ja, met die zon op de witte vlag. Daar heb ik liever de vlag van Oost-Friesland. Hè? Een witte olifant op wit. Ik denk niet dat dat juist is. dat bedoelt dat de Oost-Friesen zijn de cleverste mensen van die wereld. Dat denk ik niet. Dat is een grap van die Duitse Komiker Otto, die woont in Hamburg, die so gesagt van Oost-Friesland afkomstig is. En zegt van, die vlag van Oost-Friesland is dus een witte olifant op een witdoek. Oh, ja, das ist ein alt Grabje, das ist auch sicher 40 Jahre alt oder 50 Jahre alt, aber ist noch, alle, ist ein bisschen ein Insider-Joke für uns Deutschers hier in das Programm, da könnte ich ja nicht viel mehr beginnen, Perry. Ich kann meeschniffelen, ja. Ja. En dat is toch in het kader van het multiculturele, het is toch wel leuk voor ons Hollanders om dat soort roddels te doen. Er is geen groot verschil tussen Oost-Friesen en Nederlandse mensen, Perry. Nee. Dat is Oost-Friesland is aan de grens van, waar is dat? Is dat... Ja, dat kent hij ook, Friesland. Dat hebben ze ook in de Noord-Westen. Ja, 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 ja. Dat is ook Friesland, ja, hè? Ja. Je hebt Noord-Friesland en Oost-Friesland en West-Friesland, hè? West-Friesland, dat is in Noord-Holland. Ja, 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 dat is, de andere kant van Oost-Friesland. Dat is West-Friesland, ja. Of Friesland. Dus dan heb je West-Friesland, dan krijg je Friesland... Dan krijg je heel even Groningen, maar dan moet je er even doorheen, Oost-Fries. En dan kom je in Oost-Friesland. Yes. Ja, in Oost-Friesland heb je in Duitsland steden gelijk Leer en Emden. Mm-hmm. Ja. Als ik niet mis ben, dat is Oost-Friesland. Dat is een landelijke buurt waar de mensen, bij wijze van spreken, tussen aanhalingstekens achterlijk zijn. In het verstand van veel andere mensen. Ja. Ja, en Otto maakte dus in feite de punt dat de Oost-Friesen eigenlijk de smartste van allemaal zijn, want ze hebben hun eigen vlag en dat is een witte olifant op wit doek. Voilà. Ja. Ja. Oké, okay. Ja, een beetje lachen moet ook al iets een keer zijn. Ja, dat is in de buurt van Groningen. Ja, in Groningen. Ja, Groningen, ja, ja. Ja, daar is dat in de buurt. Groningen, Assen, Emmen. Ja. Ja.
dat bedoelen we. En ik heb een 1, 2, 3, 4, 5, 13 jaar geleden had ik een vriendin. Korte mm-hmm. tijd in Emden, in Oost-Friesland. Mm-hmm. Dus kan je daar, dat is zo in de buurt van Nederland, daar kan je ook over de oceaan of over de Noordzee kijken en dan zie je Nederland. Ja. Ah. Ja, ja. Geweldig. Ja, dat is een heel geweldig plekje. Dat is, de Friese, nu we het over grapjes hebben. Huh? Ik heb een tijdje gewoond in Groningen. En daar is zo'n oorlog gaande tussen de Groningers en de Friesen met moppen. Hè? Mm-hmm. En daar waren ze, ik was in Groningen en daar waren ze daar moppen aan het vertellen over die domme Friesen. Mm-hmm. De domme Friesen. Mm-hmm. En ik allemaal lachen. En toen zei ik, ja, kennen jullie ook die moppen van die Friesen over die Groningers? Maar die kenden ze niet. Ik zei, nou, dat ging als volgt. Toen de mensen naar Nederland kwamen, dan stond er een heel groot bord. En dat stond op Friesland die kant op. En iedereen die kon lezen, die is doorgelopen. En die Groningers, die werden groot, joh. Ja, maar... Oh, dat is een goeie. Die kant op. En iedereen die kon lezen is doorgelopen. Oh, schitterend. Oh, jong, ik kan me geen betere moment bedenken om deze Bijbelstudie tot een einde te brengen als een keer op een manier en volgende keer dan verder te gaan in vers 14. Ja, we hebben genoeg pagina's te gaan, zou ik zeggen. genoeg tijd om serieus te zijn. Ja. Hey, ontzettend bedankt jullie beiden. Wil je nog wat zeggen ter afscheid? Nee, ik ben nog altijd... Niet deze keer, nee. Oh, oké, dokie. En jij, Jurk? Nee, ik ben nog altijd aan het lachen. Ik kan niks zeggen momenteel. Oh, oké. Nou, jullie hartstikke bedankt voor het luisteren. Kan ik hier naar Groningen? Ik kan het zijn gaan zoeken wat daar staat. Ja! En jullie allemaal, tot de volgende keer. Tjus! Ciao.